Hallo allemaal. Wij zijn wiskundedocenten hier op het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Ik ben meneer Van Egen, dit is mevrouw Altena. We vinden het heel jammer dat jullie hier niet kunnen zien in levende lijven. Maar goed, we gaan hier de komende minuten iets vertellen over wiskunde bij ons op school. Wat is het eigenlijk en hoe geven we wiskunde? Vaak als jullie hier dan op de open dag zijn, of de achtste groepers, dan vragen we... Wat is wiskunde? En vaak wordt er dan gezegd, dat is toch rekenen? En ja, dat klopt inderdaad. Wiskunde is rekenen, maar het is nog veel meer dan rekenen. Bijvoorbeeld ook wat je op de middelbare school doet, dat is algebra. En algebra, ja, dat is eigenlijk rekenen, maar dan met letters. Nou goed, verder is wiskunde ook het zoeken en hopelijk het vinden van patronen overal. Vinden van patronen? Dat gebeurt al meteen in je eerste klasboek met bijvoorbeeld deze som. Je ziet hier wat bouwwerkjes staan, die bestaan uit blokjes. En de vraag is dan, uit hoeveel blokjes bestaat bouwwerk nummer 5? En dat kun je gaan tellen, maar het is eigenlijk de bedoeling dat je een patroon ontdekt. En dat je dan niet alleen het aantal blokjes van nummertje 5 kunt vertellen, maar ook van nummertje 80, zonder ze eerst allemaal te hoeven tekenen. Ja, wiskunde gaat ook over kansen. Misschien kennen jullie al sommige kansen. Je kan het bijvoorbeeld in het dagelijks leven tegenkomen bij een loterij. Als je een lot koopt in een loterij, wat is dan de kans dat je de loterij wint? Dat is heel klein. Je komt het op school ook tegen. Stel je voor dat jullie volgend jaar hier op school komen en je komt in de klas met 28 leerlingen. Dan kan je afvragen, wat is nou de kans dat er... In zo'n klas twee leerlingen op dezelfde dag jarig zijn. Nou, dat blijkt eigenlijk een hele grote kans te zijn. En sterker nog, het is waarschijnlijker dat er in zo'n klas twee leerlingen op dezelfde dag jarig zijn, dan dat niet zo is. En bij wiskunde hoort natuurlijk ook meetkunde. En dan kom je bij driehoeken en vierkanten, maar ook bij de stelling van Pythagoras. Pythagoras, dat was een oude Griek, maar die ontdekte iets heel speciaals. Als je een rechthoekige driehoek hebt en je legt aan alle zijdes een vierkant met hokjes, dan is het aantal hokjes van dit vierkant 16 plus het aantal hokjes van dat vierkant 9 samen precies het aantal vierkantjes van dit vierkant 25. Dat is wel heel speciaal. Hoe kan dat? En is dat alleen maar in dit geval zo of in elke rechthoekige driehoek? Dat gaan we jullie allemaal vertellen. Ja, en verder willen we ook nog zeggen dat wiskunde, het is heel vaak ook puzzelen. En eigenlijk zijn die sommetjes een soort raadsels. Dus als je al houdt van raadsels en van puzzelen, dan ben je bij wiskunde aan het juiste adres. Verder willen we ook nog meegeven dat... Bij ons op school, als het je allemaal heel makkelijk afgaat, dan zijn er ook allemaal extra uitdagingen. Zo hebben we de kangoeroewedstrijd, de wiskunde-olympiade. Als je denkt, ik vind wiskunde juist heel erg lastig, dan proberen we daar ook extra steun te geven, zodat je er toch doorheen slaat. Op school hebben we heel veel verschillende soorten wiskunde. Ja. We hebben in de bovenbouw wiskunde A, B, C en D. En voor ieder wat wils, je moet de wiskunde kiezen die bij jou past. Maar zover is het nog niet. We beginnen in de eerste klas allemaal gewoon uit dezelfde twee boeken. Eerst dit boek en de tweede helft van het jaar dit boek. We werken mooi samen en we doen allemaal dezelfde stof. Ook in klas 2 en klas 3. We hopen dat we jullie een klein beetje wijzer hebben gemaakt en een beetje hebben uitgelegd wat wiskunde bij ons op school inhoudt. En hopelijk tot ziens in september. Dag!